Ik ben Colin Ellis. Samen met Wink Giesman ben ik begonnen aan WappZapp. Dat is een app waarmee je je eigen persoonlijke tv-portaal kan maken met alles wat er online beschikbaar is. En dan eigenlijk op zo'n manier dat je lekker kan zappen door het web, zoals je dat ook op de tv doet. Nou, we zijn dit gaan doen vanuit de trend wat wij heel erg om ons heen zagen, dat mensen eigenlijk steeds minder tv beginnen te kijken. En steeds ontevredener waren met het aanbod. En dat komt natuurlijk omdat er zoveel online beschikbaar is. Dus toen dachten we van ja, we moeten het eigenlijk gewoon veel makkelijker maken om al die online content gewoon lekker vanaf de bank te kunnen kijken. In plaats van achter je computer of op je werk. Ja, dus wat wij doen is wij hebben een redactie. En die geeft allerlei tips. Ze zijn eigenlijk een soort kiosk met allemaal brands en video. En vanaf daar ontdek je allerlei leuke programma's. En dan kun je je favorieten aangeven, zodat je een nieuwe aflevering een melding krijgt als die er is. Of je kunt je bekijk het later lijstje maken. We hebben ook een categorisering van het online videoaanbod. Als je geïnteresseerd bent in een bepaalde rubriek, dan kun je daar een beetje gaan zitten neuzen. Je kan kijken wat je vrienden kijken. Allemaal manieren om te zien wat er allemaal nog meer beschikbaar is online. Meer dan 100.000 mensen per maand actief op ons platform. En met actief bedoel ik ook echt lang kijken, vaker in de week. Echt een alternatief voor tv kijken. Ons piekuur is ook gewoon hetzelfde piekuur als op tv. Dus we zijn echt een app voor op de bank. Als je gewoon even je lekker wil vermaken, maar geen Barbie's verjaardag wil kijken. Wij richten ons ook niet op de kijker die 4 uur op een dag tv kijkt. En die een beetje langs Linda de Mol zet. Maar richten ons eigenlijk op de kijker die echt iets leuks wil kijken. Dus een druk bestaan heeft, de kinderen net naar bed. Even een uurtje om iets leuks te kijken. En dan kom je bij ons terecht. Dus we hebben op de lichte tv-kijker. Maar toch hebben we mensen die gemiddeld gewoon een uurtje tv kijken op een avond. Ja, ik ben ervan overtuigd dat mensen steeds meer realiseren dat ze moeten betalen voor content. Dus er zit of een reclame voor, of je betaalt ervoor. En met de komst van Netflix, met HBO, zie je dat steeds meer mensen ook bereid zijn om te gaan betalen. Maar op je tv, zeg maar, een film kopen is eigenlijk ontzettend veel gedoe. Vreselijk met die afstandsbediening. De videotheek op de hoek van de straat is verdwenen. Dus daar ligt een enorme kans voor ons om hele leuke films te verkopen. Ik geloof heel sterk in dat je smartphone en je tablet, dat niet je second screen is, maar je first screen. Je zit op de bank, je hebt dat ding altijd bij de hand. Je kent hem door en door, je durft niet zonder dat ding het huis uit. UI is fantastisch, dus daar selecteer je je leuke video op. En je speelt af op het grote scherm. En de techniek lost dat voor ons op. We hebben zelf de techniek om dat te doen. Apple TV heeft een fantastische techniek om te doen. Die kastjes die rollen zo meteen voor €20 uit China. Die stop je in je tv en je beamt alles er naartoe. Dus de tv wordt een slave van je smart device. Ja, ik zie dat gewoon als zijnde dat tv fantastisch is voor actualiteiten, sport, nieuws. Geprogrammeerde programma's waar je het de volgende dag over wil hebben. En dat er heel veel mensen zijn die het dan niet hebben gezien. En die het dan fijn vinden om het later te kijken. En mensen die het niet zo relevant vinden. En gewoon dingen willen kijken die zij heel erg leuk vinden. En dat is het stukje waar wij ons op richten. En ja, als je naar Amerika kijkt, als je naar UK kijkt. Ja, dan zie je dat dat wel gewoon echt heel erg groot begint te worden. En voor de tv-industrie is het wel echt dat ik denk van ja, als zometeen iedereen alleen maar op Hulu en HBO zit te kijken. Zitten er dan nog wel eyeballs op de tv. Ja, ik heb zelf een abonnementje op Netflix. En als ik zie hoe verslavend het is om 2, 3 van die series achter elkaar te kijken, ja, dan kijk ik bijna geen tv meer. Dus dan is het wel heel fijn als er zeg maar een alternatief platform is met ook zeg maar het on-demand aanbod. Als jij niet tevreden bent met wat er op tv is op dat moment. En we worden gewoon steeds breder, steeds verwender, steeds meer op zoek naar wat ik wil zien. Vergeleken met hoe we eerst veel tevredener waren met gewoon lekker zitten en kijken wat erop is. Nou ja, voor mijn publiek is het toch een publiek dat geïnspireerd wil worden. Dat echt wil denken van oh, nu heb ik mijn tijd leuk gespendeerd. En dat is eigenlijk wat ik het meest heb geleerd. Dat zeg maar TED-talks, maar ook mooie documentaires, een bijzondere Vimeo-reportage. Dat zijn dingen die het heel goed doen bij ons. De interactie tussen je smartphone en iets wat je op het grote scherm kijkt, dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Omdat je direct ermee kan interacteren. En ik zie op tablet gewoon, ja, mijn vriendin die ligt op de bank gewoon alleen maar te shoppen op dat ding. Dus het is gewoon een directe ingang naar conversie. Ik denk dat het fantastisch is. En dan daarnaast is er nog een enorme targetingmogelijkheid. Omdat je natuurlijk gewoon weet wat mensen leuk vinden, wat mensen kijken. Facebook profielen. Er zijn enorm veel mee te doen.